Pardon, Ryan? En de start is ook in één keer goed. En de deelnemers zijn onderweg. En we zien een galoppade voor Vampire L. Die valt daardoor terug. En als hij eenmaal springt, dan is hij moeilijk te zetten. En het is na de start Yuri C. die met Rick Hemming het veld op sleeptouw neemt. Stalgenoot erachteraan. En dat is partner nummer 4. Lap nummer 4. Zizero Boko in derde stelling volgt dan aan de binnenzijde Valley Wonder. Verder weg in het veld hebben we dan True Kingly. En achter True Kingly komt dan de eerste deelnemer die moest starten vanuit de tweede band. Dat is aan de binnenzijde Yuka Rapida. En die wordt op een lengte gevolgd door Jostra Sammer. En 2,5 lengte verder weg volgt dan Frederik H. We gaan op weg naar de overkant van de baan. We hebben daar een positiewijziging aan kop van het veld. Zonder dat het uiteraard Cicero Boko heel veel problemen heeft bezorgd. Die neemt nu de leiding over en opent vanuit de banden in 1.20.8. Goed, de situatie bij het indraaien van de verre linkerbocht is dat Cicero Boko de mooie gangmaker wordt van stalgenoot Yuri C. Achter Yuri C. volgt dan aan de binnenzijde nog altijd die Valley Wonder. Dat is een gigant van een outsider, maar die ligt er mooi bij. Daarachter is er dan True Kingly en dan die paarden uit de tweede band. Yuka Rapida, Jostra Sammer en anderhalve lengte daarachter volgt dan nog Frederica. En zo komen ze in langgerekte formatie af op de rechte lijn voor de tribune. Straks dus nog een ronde te gaan in deze Bluegrass prijs. En vooralsnog is het aan de kop van het veld Cicero Boko. Cicero Boko lengte voor op de tweede plaats Yuri C. Daarachter is er dan Valley Wonder en in vierde stelling True Kingly. Achter True Kingly is aan de binnenzijde Yuka Rapida. En dit is het moment voor Wim Hamming om eens wat te gaan ondernemen. 1.24.4 de tussentijd. Nou, dan kan je lekker naar voren rijden. En hij doet het nu ook met paard nummer 6, Frederica. Daarachteraan kan zo dadelijk paard nummer 8, Jostra Sammer. Maar ook Ruud Pols heeft die intentie. En zodoende gaat hij alvast heel vakkundig een half spoortje naar buiten. En wordt hij zo dadelijk uit de wind gehouden. En zo gaan ze dan op weg naar de overkant van de baan. Valt niet mee hoor. De deelnemers komen daar en krijgen dan de wind in het gelaat. En het is nog altijd Cicero Boko aan kop. Yuri Zee in een zetel erachter. En daarachter volgt dan in derde stelling aan de binnenzijde Valley Wonder. Daarachter is het aan de relingzijde True Kingly. Die gaat nu aangevallen worden en gepasseerd door paard nummer 6, Frederik H. Maar die heeft nog heel wat te doen om bij die voorste paarden te komen. Maar hij maakt een goede indruk en dat geldt ook voor Jostra Sammer. En de derde tijd was 1.18.2. En het veld gaat af op de laatste bocht. Met nog altijd Stal Krebas in command. En het is aan de kop van het veld Cicero Boko. Op de tweede plaats hebben we dan Yuri Zee. En achter Yuri Zee aan de binnenkant gaat Valley Wonder nog altijd prima mee in dit geweld. En zo komen de deelnemers dan af op de laatste rechte lijn. En daar is Ebbing alvast naar tweede spoor gegaan om er een lange aanval van te maken met zijn Yuri Zee. Yuri Zee aan de buitenkant gaat in de aanval op Cicero Boko. En op dit moment heeft Yuri Zee aan de buitenkant de overhand genomen. Yuri Zee pakt een lengte. Het wordt misschien nog wel iets meer, maar Cicero Boko aan de binnenkant probeert terug te vechten. Yuri Zee echter heeft gewonnen spel. Knap gereden. Mooie staltactiek en een mooie winnaar. Yuri Zee en Rick Ebbing op de tweede plaats Cicero Boko. Derde is knap Valley Wonder. En de vierde plaats voor paard nummer 8 Jostra Sammer. Weet ze weg naar het staltrein goed te vinden, maar voorlopig mogen ze eerst nog even langskomen voor de huldiging. Yuri Zee is officieel 4 jaar oud, deze bruine ruin van Herbie W. uit Helen Schuing.
Fokker-eigenaar, de familie Krebas. Zullen we het zo maar even zeggen? Ik waag me niet meer aan die naam. Excuus daarvoor, opa en oma. Maar het is jullie al van harte gegund. Ik weet dat er mee gekeken wordt. Bas Krebas, de trainer. Prachtig gereden door Rick Emmingen. En Jurie Zee toont een tijd van 1.19.1. Tweede werd de 2 Cicero Boko, derde de 5 Valley Wonder, vierde de 8 Jostra Zammer en vijfde de 7 Yuka Rapida. 3, 2, 5, 8, 7, dat is officieel. En dat brengt ons tot de huldiging van Jurie Zee en Rick Emmingen, ook voor hem de bloemen. En die worden op dit moment namens de drafbaan in Wolfga overhandigd door ons aller Sjoertje Oosterbaan. Wim Huibers maakt nog even snel de foto's. Richard Wagenaar doet het ook. Maar dan wil Jurie Zee gauw weer verder. En gauw naar zijn warme boxje. Gunt in de handen, dames en heren, voor Jurie Zee. Rick Emmingen, 1.19.1. Onze vijfde winnaars van vandaag. Koers 6 is de Jegersroopprijs met 10 paarden. Paard nummer 4, U2 Honey, wordt gereden door Hubert Schoonhoff.